Op de spraakzame set van Shownews, vastgelegd door de camera, lijkt het erop dat Erika Meiland een tipje van de sluier heeft opgelicht over de aankomende serie. Met een twinkeling in haar ogen deelde ze enkele details. We gaan nu elke dag ontbijt doen, en vervolgens gaan we in de maanden juni en juli opnames maken in het buitenland. Hoewel ze nog niet uitweiden over de specifieke avonturen die de familie te wachten staan, verklapte Erika wel dat de kijkers het resultaat kunnen verwachten in september. Op dit moment is Chateau Meiland VIPs te bewonderen op de televisie. Show News bracht eerder een bezoek aan de opnames van het programma, waar Berget Louis en Gordon te gast waren. Martin enthousiaste achtergrond van hun ontmoeting: ze kennen elkaar van vroeger. Berget zat namelijk bij de achtergrondzangeressen van Gordon. Erika voegde eraan toe: sinds ze binnenkwam was het meteen een gezellige boel. Toen schoof Gordon er natuurlijk nog bij, dus ik vind het heel gezellig. In de recentste aflevering van Chateau Meiland waren Debbie de Jong, bekend van BNB Vol Liefde, en shownieuwsdeskundige Patty brak te gast. Vooral het moment waarop Patty aan Erika vroeg of ze niet eens aan de botox moest, zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen bij veel kijkers. Patty deelde openhartig dat ze nooit tevreden zal zijn met hoe ze nu is, maar er wel vrede mee heeft. Met de belofte van ontbijtavonturen en buitenlandse opnames, lijkt de meiland Saga nog lang niet ten einde te zijn. Het publiek kan nu al rijkhalsend uitkijken naar september, wanneer de nieuwe serie onthuld zal worden. En zoals altijd, brengt elke aflevering van Chateau Meiland nieuwe verrassingen en gasten met zich mee, waardoor de kijkers in spanning blijven voor wat er nog meer te wachten staat op het charmante kasteel van de Meilandjes.